Zo, dat was een best feestje gisteravond. 1, 2, 3, hit! Beetje geslapen. Oh. En we gaan weer door. Nadat we eerst vrijdag een voetbaltoernooi hebben gehad, gisteren hebben we lopen stampen op Emporium, is het nu tijd voor de Pink Ladies Bingo. Dat betekent, het is eigenlijk een beetje de bingo van de toppers. Veel roze, veel gejuich, veel gezing. Dus ik moet wel zeggen, eigenlijk het liefst lig ik gewoon nu in mijn bed. Maar aan de andere kant, ik krijg er toch wel weer energie van. En dat is iets doe wat je leuk vindt, die passie. Ik voel hem alweer, ik heb er gewoon zin in. Let's go! Koffie, tijd. Alright, ladies and gentlemen. Ladies, pink ladies. Pink. Pink ladies, are you ready? Ja, het is net een beetje, het is net als je een wedstrijd moet gaan voetballen, hè? Voorbereiding is het halve werk natuurlijk. Je moet een beetje in de stemming komen en dat is niet moeilijk hoor. We zijn er bijna klaar voor. Aftellen is begonnen. Waar is die kale barman nou? Daar is hij nou. Staat hij nog? Daar is hij, hè? Hey! Wat willen jullie? Zes met die kale. Oké, het zijn jullie woorden. Ik heb niks gezegd. Ja, nou, je past er nog makkelijk bij, want al die slanke figuren kan niet misgaan. Oké, wat we gaan doen, jullie gaan één voor één een liedje zingen. Maar, hallo, het gaat er niet om hoe goed je het zingt, dat maakt het net. Je hoeft, ja, omdat het te makkelijk is voor jou dansen. Je hoeft maar een paar seconden te zingen en dan ga ik naar de volgende. Maar de volgende moet een ander nummer zingen. Als je langer dan 3 seconden wacht voordat je gaat zingen, ben je eruit. Ja, ik begin met altijd discordjatjes ziek. Ik zal je helpen omdat je de eerste bent. Ik heb grote bloemkolen. Bloemkolen. Oh, wat zijn ze. En we gaan nog niet naar huis. Nog lang en ik nog lang. Oh, het is knieën. Een eigen huis. Een plek onder de zon. Sinterklaas kapoentje. Midden in de zomer. De duinen! Hey, jullie zijn eruit, hè? Die achterste twee, dat snap je wel, hè? Oké. Okay. Je vraagt of ik zeg het in een sigaret. Het is 2 uur s'nachts, we liggen op. Oh, is dat zo? Oké, okay, volgende. Ja, 1. Jij kent niks! Oké, okay, dan ben je eruit, geef er een applaus. Ja, de volgende. In de maan. Ja, deze nummer zegt meer over jullie dan over mij, dat lijkt me duidelijk. Goed. Ik zou niet zeggen welke omgeving ik kom hier. Dus dit is Thriller Night. Ja, netjes hoor, Mikey. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en hij komt erbij. Zou je bijna helemaal door laten zien. Bloed, zweet en tranen. Oké. Dankjewel, ze hebben op de hart gestreken. Weet je wat? We hebben allemaal winnaressen!
eruit echt alsof ik aangereden ben door 3 treinen gewoon. Oh, maar wat was het weer gezellig, hè. Ik geniet hier zo van, hè. Dat is gewoon automatisch. Ik moet zeggen, inmiddels gaan we wel even lekker relaxen. Eindelijk een beetje op tijd in bed, want morgen begint de gewone werkweek weer. Oh, ja, 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 ja. Hey, zorg dat je de volgende keer gewoon bij bent bij de Pink Ladies. Neem je vriendinnen mee. And once again, thank you for watching. Ik ben Gert-Jan en tot mijn volgende vlog. Oh ja. Doe, 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 doe. Doe even abonneren op mijn kanaal. Doe maar, doe, 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 doe.